In de vorige hoofdstukken had de onderzoeksvraag steeds betrekking tot een continue respons, bijvoorbeeld de bloeddruk, genexpressie enzovoort. In dit hoofdstuk gaan we het hebben over een discrete respons, bijvoorbeeld ziekte, ofwel ben je ziek, ofwel ben je niet ziek. En we gaan dus de kans op ziekte wensen te modelleren. We gaan eerst in dit hoofdstuk het analoog voor een one-sample t-test gaan zien. En dan gaan we eigenlijk een toets doen om te gaan kijken of een proportie gaat afwijken van een bepaalde vooropgestelde waarde. In een tweede instantie gaan we gaan kijken of er een associatie is tussen twee categorische variabelen. Is er bijvoorbeeld een associatie tussen kanker en tussen genotype? En in een derde case gaan we eigenlijk dat gaan uitbreiden naar een binaire variabele die we modelleren in functie van een andere categorische variabele die nu uit verschillende groepen bestaat. En dan hebben we het analogum van een ANOVA-test. En we zullen het hoofdstuk afsluiten met een regressieframework waarbij we zowel met dummy variabelen kunnen gaan werken als met continue variabelen, zodanig dat we een discrete respons kunnen gaan modelleren in functie van een aantal predictoren.